Tralalalalala, ik speel Skyward Sword en het maakt niet uit dat hij rood is, want als ik zing dan ben ik blij en dan denk ik... beesten, help, oh, ik sla hem neer, ik maak hem af. Nee, je kill door! Ja, dat is even wennen eigenlijk, hè. Hé, jongens, de reden dat ik dit even opnieuw laat zien... Why would you do that? Nou, heel erg simpel. Zoals sommige kijkers al hadden gezien, zijn er op sommige momenten van mijn audio tot zeg maar hakjes en takjes erin zitten. En nou ben ik zeg maar met mijn oude microfoon weer bezig. Nou ja, oude microfoon, er was een nieuwe in bestelling, maar die heeft een vertraging opgelopen omdat die opgestuurd werd via de NS of zo, weet ik veel. Dus nou wou ik heel eventjes een testje doen. Toen kwam dit er eigenlijk uit, vond ik wel grappig. Dus vandaar dat er nou eventjes gisteren geen opname was, geen nieuwe aflevering. Maar ik denk dat ik vandaag ook al krijg een gigantische pijn aan mijn oren van dit oude ding. Maakt helemaal niet uit. Ik gebruik gewoon nog heel eventjes de oude headset. De nieuwe die zou morgen aanwezig zijn. Dus Sergeant Tortelli wil ik daar nog steeds voor bedanken voor natuurlijk zijn inzet daarvoor. Want hij is er hard mee bezig. Maar nee, wat... help! Dan krijg je dit probleem. Dan zit ik hier ondertussen de microfoon te kussen. Ja, dat klinkt zo toch niet. En dat zit niet lekker, want dat doet pijn in mijn nek. Dus ik hou hem liever zo. Ja, we zijn gewoon aan het testen hoor, jongetjes en meisjes. Dus wat we gaan doen is, ik ga gewoon een opnamesessie doen. Gewoon nog even met een ouwe. Hebben we toch nog even de opnames. Doet even pijn aan mijn oren. Scheid eraan. We hebben de piece of art. Zonder tekst. Zonder uitleg. Wauw. Dus, maar nee, het gaat gewoon heel eventjes een beetje testen worden. Dus met dit update video hoop ik jullie weer even op de hoogte hebben gebracht. En later op de avond zal waarschijnlijk de nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword komen. Dus bedankt voor het kijken van deze update. En hopelijk tot... tot straks. Doei!